Roger, Maurice, nou gewoon voor vandaag het kieken bij Guus IJssen. En wat heeft u nu bij Guus IJssen nu zo direct gepakt? Het gezegd van damn, wat voor hebben? Ja, Guus IJssen, de is een man in het Schummertse, die heel erg betrokken is altijd in het gemeenschaps- en verenigingsgebeuren. Nou, voor dit soort trofeeën is het natuurlijk heel leuk als we ook een mens hebben die daarin betrokken is en daardoor dacht het weer aan Guus. Zo, dan gaan we het kieken voor hem is. Hè. Ik zou zeggen, rammen op de knoop. Ja, dat zou wel. Goedemorgen, meneer IJssen. Goedemorgen. Omroep Groot Nut. Welkom. Voorkomen nog je brengen, dus voor heb ik het uiterijken aan. Wat gaat uiterijken aan mij? Als ik beleef. Ik ben zeer verrast. Ik dacht dat morgen zo'n slecht ding te zwarte piet halen. Het is nog wat vroeg, je moet hier nog een rummen komen. Ja, maar dat geluid gewoon binnen. Ho, 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 je geluift er zeker nog in. Ja, als je te krijgen is, geluid ik overal in. Vliegens. Dan gaan we eens kijken vandaag. Wie kent in de minst zoveel dingen tegelijk doen? Vertel me dan eens goed. Nou ja. Al gaandeweg groeit had hij. Hij is geboren en getogen bij in Schummert. De pap van mij, die heeft ook in het verenigingsleven gezeten. Hij is voorzitter van zijn vader. Noorderhand heeft er in de gemeenteraad, heeft er ook gezeten. Hij is veel te weten over geweest. Dus vrijwilligerswerk, dat was bij ons heim, was dat niet vreemd. Nou, en dat is dan hier Schummert, wat toch zeker in het verleden ook door de Montfortanen. En zeer christelijk dorp hoor, toch wel eigenlijk het meer als gemiddeld, denk ik. Je ziet ook heel veel geestelijke uit het Schummertse zijn, of pater worden, of wereldgeestelijk, wie men dat zou noemen. En dan krijgt automatisch dat ze door ingegroeid. Dus ik ben al van, ja, wie 7, 8 jaar, ben ik al bij het knapenkoor gekomen. Dus dat is inmiddels een paar weken geleden, heb ik mijn 60 jaar jubileum gevierd van het kerkoor, hoe voorzitter van ben. Dus, maar wacht even, nu blijft me het hele verhaal vertellen, maar voor al die dingen wat ik heb gedaan, heb ik hier 2 man zitten die hebben dich genomineerd. En die wil ik nu eens even weten wat bij hun zo de doorslag gaf om dich te nomineren. Roger, Maurice, wij hebben nog 2 morgen die eerste het woord geven. Nou, ik kan er wel gaan over zeggen. Ik ken Guus uit de tijd dat voor collega's waren bij Netcar. Het grappige was, we zaten op dezelfde afdeling en maandagmorgen is het weekend geweest worden. Dan hou Guus altijd allerlei verhalen uit het Schummertse verenigingsleven. Ja, ik hou dat ook wel een beetje van Hulsberg, maar Guus houdt dat van Schummert. En dan kreeg ze zo met waar we overal mee bezig waren. En ik herinner me goed dat hij het onder andere met de toneelvereniging dat ze een film gingen maken. Dus dat wordt een gans project waar gans door in beslag wordt genomen, zeg maar. Ik hoor dekker de verhalen vanuit de vring van de fanfare. Ik hoor de verhalen van het kerkkoor. En de dag zegt God, de Guus de is ook boete de werk, die is daar goed bezig. En dat stinkt me eigenlijk bij een tijdje geleden, wie verder de beker hebben gekregen. Stinkt me dat bij van, nou, als nu de volgende in de rie aan de beurt is, dan moeten we toch maar aan zijn Guus gaan denken. Roger, en dich kent Guus natuurlijk ook, hè? In welke hoedanigheid heb je Guus leren kennen? Nou ja, goed, ik ken Guus natuurlijk niet zo goed als Maurice. Hè? Bedoel, wie gezegd, heb je Maurice gewerkt. Maar ja, goed, hij deed zoveel de mensen voor het verenigingsleven. En dat zijn we zelf natuurlijk ook nog echt de verenigingslu. Ja, dat zijpelt ook door naar Hulsberg, naar Arends genoten. Dus dat kreeg ze in een gegeven moment ook natuurlijk meer. Dan een, ja, een moment dat je gevraagd wordt van wij zou ze willen nomineren ervoor. Of je inderdaad allebei zegt van, hé, dat is misschien wel een hele goede geschikte persoon ervoor. Ja, Guus. Zo wie gezag, verdachte dat ze tegen een goede opvolger was van ons om de wisseltrofee in ontvangst te mogen nemen. We hebben dat ook met alle plezier gedaan. Ze zijn met veel plezier ook hier in Noord-Schummertse gekomen vandaag. Een iets katholieker dorp, nog eens Hulsberg, heb ik net geweerd van dich. En geef een mooi plaatsje op de verboede schoorsteen, zou ik zeggen. En houd hem in ere. Proficiat. Dankjewel. Proficiat. Dank je. Gemeenkoer, carnaval, Taarbreuk, Kerk de Hoeve, Legisconcours, Schrieven, Monument op de Bies,
parochie Rood, Sinterklaas, activiteiten van de fanfare, de heemkundevereniging, verkeersregelaar. En wat houden we nog meer? Dat doen we bij zonnig een keer koninklijk onderscheiden, klopt dat? Dat is eigenlijk wel de grootste verrassing in mijn leven geweest. We hadden op een gegeven moment zitten we ook vermoed rond Koninginnedag, de winkel Koninginnedag, vele bietje naar het weekend. Er wordt die onderscheidingen, die wordt een paar dagen vervroegd. Zit pastoor de beurt onderscheiden. Ik ben zo anders, zei je. Zeg, daar snap je van niks. Zeg, er liggen het voorzitter van het gemeenkoor, daar niks van weten. Zeg, wie heeft hem genomineerd dan? Ja, laat het maar op de graaf komen en we moeten in ieder geval dan en dan moet op het gemeentehuis komen. Ja, ik voel me een beetje, ja, ik vond het eigenlijk niet ganz leuk, moet ik zeggen. En tussen zeg, ik ben eigenlijk met een kleine sik ben ik te heer gegangen, smergens, met tegenzin. Heb je dan niet het gans koor gemobiliseerd om met te gaan? Nee, dat was ook niet de bedoeling. Dus, want kijk, als een koor gemobiliseerd moet worden om mee te gaan, dan moest je niet dat daags van tevoren al vertellen, jongens, we moeten het nadenken. En dan zijn ze altijd bij die niet kunnen spiegelen, dat is bekend. Dus het moet toch, zijn koninklijke onderscheiding, moet een verrassing blijven. Dus we komen op het gemeente doen ze binnen de nut. Die deur die gaat open. En dan komt Rini Bankers, zegt, goedemorgen, Guus. En ja. Zet het, nou verhumpel ik schoon de binnengeloos. Pastoor wordt niet koninklijk onderscheiden, maar die zelf. Ik hou de sleutelen van een auto nog daarin, die veel me spontaan begrond. Ik word zo'n verpoopzak, hè. Werkelijk waar. Nou, en dus als ze aan de andere kant hoort wat ze allemaal die weken voor in het geheim allemaal hebben moeten regelen. Ja, want kijk, vroeger was het een stuk gemakkelijker. Dan werkte ze nog, dan ging ze morgens weg, kwam ze over zijn. Maar nu, je sprong de ganse dag in Schummert, springt ze rond. Dus ook dezelfde dag wordt het koor geïnformeerd en de koninklijke onderscheiding was. Dus het buffet wordt uitgerold. Dat wordt allemaal geregeld. De vuur dranken heet en het wordt allemaal opgeslagen in mijn oude schoes. Met de broderie, want daarboven heb ik gewoon de. Dus die houden ook allemaal achter de charme. Houden die allemaal door met het gewerk. Ja, en dan moesten ze de rest maar over de gele te gaan. Dus er zijn chauffeurs, die kunnen met dat gaan scoren. Kunnen geen serenade brengen. Ja, dat weet ze eigenlijk niet wat er gebeurt. Ja, en ik woon nog wel redelijk hoor. Het huis is hoog geboet. En dus je hebt een balkon aan het huis, je stonden onder op het gras en vier stonden met de huishouden, met vrouw en kinder, boven op het balkon, het worstjes of van die, ja, of van het balkon zijn waarop Koninginnedag werkt. Geweldig. Ja. Wat wil ze dan nog schoner gewaardeerd worden? En als ze dan kijkt wat je allemaal gedaan hebt en overal in een Schommerse rondloopt, dan vind ik dat het nog een grotere prestatie is geweest om gestoens met de naas uit te houden. Ja, maar dat is goed zo. Er zijn natuurlijk nog meer van die verrassingen geweest. Maar dit blijft mij toch een bij zijn koninklijke onderscheiding. Ja, dat werd gewoon aangedaan en dat moest even de gele te gaan. En het zullen dat vingen, dan zal het wel zo zijn. Ik kan niet alleen zeggen, hoe kreeg ik geen serenade van ons? Ik weet niet of die twee nog in een patto hebben, maar het zou nog goed kunnen. Goed, Guus, maar nu naar het kerkkoor, dat heb ze net al aangegeven. Daar ben 60 jaar ben ze daar lid van. Daar zit ze ook als voorzitter. Hoe lang ben ze daar als voorzitter? Nou, voorzitter ben ik sinds een jaar of 12 nu. We hebben in 1966 over het bestuur gekregen. En toen ben ik paddingmeester, secretaris geweest, tot het jaar 1994 geloof ik, dus die dubbele functie. En toen, in 2000 ben ik voorzitter geworden, tot en met de heden. Heb je toen een muzikale achtergrond? Nee, nog helemaal niet. Ik zing al 60 jaar. Ik heb alleen een paar redelijke muzikale werkers in de kop. En verder ken ik van bladmuziek, heb ik zoveel verstand van zingen, van de Noord-Avonds en Koven zal ik vieren. Daar ken ik niks van. Weet ik niks van. Alleen door de jaren heen gaat het gehoord. Het is natuurlijk een beetje nog niet. En dus als je het één of twee keer voor gezongen wordt, dat geeft het nog wel heel aardig. Dat is natuurlijk wel het Noordeel of het Noordeel. Dat als in de koor een nieuw werk moet ingestudeerd worden, nou dat moet allemaal moord voor moord
Eén moord is nog eens één keer. Twee moord, hè, dan moeten er allemaal. Ze gaan zwaar, dus er meer stemmige mis. En dan gaan ze nu, ja, is een fanfare. Die hebben een basisopleiding. Die legt ze per diveur, die blozen dat af en af. Dus er is een gans gedangers aan veel, die korte meesten. Die kunnen allemaal geen muziek lezen. Dus dat moet allemaal binnen. De binnen gepompt worden en echt van boete geleerd worden. Dus nu is wel dat er nog altijd zich gaat verspringen, dat er omhoog meer te mogen, maar dat duurde ik treffen. Ja, dat is er dan natuurlijk niet. Wie wat op de opleiding gewoon voor. Maar verzingen ook niet voor de jury, kerk hoor. Verzingen voor de herenboven. Voor overige nu. Van wij dan nog niet. Wie denkt het jureren strak? Ja, dat is natuurlijk niet afhankelijk of ze wel of niet. Niet meer van de kerk hoor. Daar wordt alles met gewogen. Wat ze de ganse leven hebben goed gesproken. Dat is mijn goede oog. Dat ze gemiddelde pakken en heel alles op een 10 nummer. Goed, nu heb je tegen mijn gigant verhaal geschreven hoe je tegen gewoond hebt, onder op de bies. Want ja, goed, je kreeg een hel in de gaten dat vier niet op de bies zitten, want toen was een verboden. Hè? Ja. Nou, we beginnen toen zo'n klommel, ja, en ik heb nog, en zeker zijn er zoten, ik merk, ik heb genoeg gehad hoe is het hier. Nou, dan zeg je toch nog over naar de passagerie. En mijn vrouw die zit ook in een kerk bestuur. Dus hier gewoon voor af en toe ongestabietje waren. Dus we houden het even over carnavalsvereniging en kerkdoeven toen strak. Die kerkdoeven, ja, ze daar achter jeugd en zijn ze zich voet, maar dat was bij jeugd niet de bedoeling, hè? Nou, het is zo, de kerkdoeven, dat is ontstangen, nou, ik denk 30 jaar terug. En we hebben die geschummerd met de carnavalsvereniging de Taalbrug, hebben ze al een jaar of 20, 30, alleen maar de zittingen met eigen artiesten. Dus je kunt geen geleerde met de grensheuver. Want die moeten allemaal betaald worden en die weten te weinig van de dorp. Op een gegeven moment is er niet zo eens geprobeerd en dat sloeg zo goed in. Hè. Nou, dat is wat we noemen. Dus nu gaan we ook wel mee doen met een act samen met persoon. Maar dat is te geheim. Maar goed, als het goed gezonder wordt, dan lukt het wel. Dus we hebben gisteren al gerepeteerd. We gaan weer hier. Die kerk doen we aan zich. Ze zijn een beetje gestopt een jaar of 3-4 geleden. Maar vooral hebben we in ieder geval al die jaren her, zijn we met de kerk doen, dat wordt een groep van 20 van ons leden, die dan onder de naam de kerk doen in de carnavalstiet de naam houden. Nou, en dan toch weer op de zittingen. We hebben zelfs nog eens in de bejaardenhoes opgetrokken. En we schreven vanzelf de tekst van de sketch. Muziek door de regent van de school, Paul Lemmers, dat heeft ons dus met begeleiden. Nou, en dan als ze altijd gaat typisch schummerts, wat ja, als je herkenbaar zijn, wat we nu weten, is er al van 50% geslagen. Hoe ze niet moeten doen. Zo, dus hier hebben ze kerkdoeven, heb je hier bestuur aangekleed? Inderdaad, we hebben dus als prins John de laatste hebben we hem geproclameerd. En, dat is gebeurd, ook in het gemeenschapshuis en heeft zo veel plezier gehad dat ze hier bij de dorpsfotograaf heeft zich met originele kleding, met de scepter en de ganse kroon, de patch, de veren, heeft zich een prinsenfoto laten maken. En zo is er dus ook in het millennium is natuurlijk niets gebeurd, maar in ieder geval ook in dat jaar daarna, in de carnavalsoptocht, zijn we met de ganse groep, met de prinsenwagen, met de metgegangen, is er als prins carnaval in de optocht metgewerkt. Hoe is het toch, voor die Montfortane begint, daar heb ik ook nog metgewerkt, wie die door uiteindelijk vertrokken zijn op de bies, heb zich daar metgewerkt aan een monument, om toch te blijven gedenken dat die hier eigenlijk een hele grote invloed gehad hebben op het Schummertse. Ja. Nou, het is zo, het zusterklooster, hoe nu alleen nog de broederie versteed, is in de 70er jaren al afgebroken. Dus dat, dat worden de zusters, dat zijn de vrouwelijke orde van de Montfortane, de Fille de la Sagesse, wie me dat dan hoe zegt in het Frans, want daar komen ze van de origine vanaf. En de Montfortane, die zijn hier in 1881, zijn die weggejaagd geworden in Frankrijk. Toen hebben die hebben zich
hier in het Nederland hebben ze gehad met de zeuken. En uiteindelijk zijn ze hier in het boerderie terechtgekomen. Die is inmiddels afgebroken met die loog in de Hoofdstraat. En daar zijn ze terechtgekomen in het begin met 15 mannen. Aan de andere kant, nou, dat deed zo goed. En dan hebben ze besloten in de 1880 om daar op de Bies een groot stuk land te kopen. En daar hebben ze de knoas opgelegd. Nou, en dat heeft dus voldoen tot in de, laat ik zeggen, in de 70er, 80er jaren, wie dat toen ook al minder, immer minder worden studenten. En dat hebben ze hier achter, bij de kerk hebben ze gekluisterd gemoet, dus daar zitten nu nog diegenen die nog over zitten vallen. En dat klooster, ja, dat heeft dus een andere bestemming gevonden, niet zozeer als geboren, hoewel in dat tijd nog ideeën voor waren om de vuurgever te laten staan en in ieder geval de herkenbaarheid, zo je dat woord te laten. Maar goed, de projectontwikkelaars hebben ganz andere visies en dat moet dus, money is belangrijk. Ja. Dus is het afgebroken worden, nou, en, omdat ik toch kort in de buurt woon en toch wel heel veel, ook vervreugd, wie ik nog een jong geslaagd word, toch wel opgetrokken ben met dat confrontatieleven op de Mies. Ben ik er eigenlijk iedere dag tijdens de sloop ben ik er geweest om te redden wat te redden veel. Niet alleen de zaken die, ja, die misschien weer worden, maar ook emotionele zaken. Hoe de nu ja, herkenbaarheid langer. Dus ik liep er met mijn voeten toestel rond. En ik ging binnen eerder dag, ging me in de kerken en noem ik van alles bedrijfjes. En daar hebben we van alles van bewaard. Wat, dat, hier ligt nog een hele open bezolder. En toen is op een gegeven moment het idee ontstaan om als herinnering aan die beide afgebroken kloosters, wat die toch wel zoveel invloed gehad hebben. Niet alleen de Schummers, maar ook Limburg. De ganse wereld, want die hebben veel misgewerkt door. Om door een, als herinnering een monument op te richten. En de hebben van de comité opgericht, dus op de storingen. En ik is geest, zo'n voorzitter. En ik zit daar als penningmeester. En bekeken, samen met de gemeente, nou, hoe kunnen we dat realiseren? Nou, hoe het nu ligt door op de hoop Rozemarijnstraat-Bies, is eigendom, het perceel van de gemeente. We hebben toen samen met Vera de Haas, de zeer bekende kunstenares die in het Nutsen, hebben we dus contact gezocht. En die heeft wel een ontwerp van gemaakt wie het zou moeten komen doen te zien. Nou, en in dat monument hebben we dus van alles in verwerk, wat we door doen, wat door bewaard is gebleven, te verdoor in verwerk. Ik ga even van langzaamaan de jas aandoen en dan loop van het monument. Nou, dat moet ik nog even vertellen. 1 februari dit jaar hebben ze dus een gedeelte van het monument hebben ze dus geklauwd. De wereldbol, de bronzen wereldbol, worden weg. De klok, die worden weg. Ja, dat is hoog, maar aan de wiel. Een paar kilo brons, ja, wat brengt het op? Het is eigenlijk niet weer ten opzichte van hetgeen wat ze allemaal aanreeks. En door een zeer oplettende buurtbewoner door heeft hij gezien, dat ging er nog een doet laten. En dan denk ik, toen zocht hij het vreemd aan, dus dat is gelukkig weer. Dat hij nog staat op mijn benen was, had de heer direct de politie geweld. En die zie ik komen, die loog de klok, die loog in de struik om opgehold te worden. En de wereldbol hebben ze aan de hand vongen, ergens in de bos in Meersje. En dat is overigens dezelfde dag weer. Wie is ook de bronzen man, wie die kerk hier nog het oog metgenomen hebben. Nou, we hebben dat maar allemaal keurig op zijn plaats gebracht, samen met de gemeente en weer het huis. Dat wordt toch een aardige kostenpost. Nou, wat gebeurt nu? Gistermorgen kwam ook een bewoner door rond het monument. Zet er juist, kom eens kijken. Alle zeven van die steunen van de wereldbol, allemaal overgevrekt. Dus dat knalde ik voor gewoon dadelijk weer. Dus, het is eigenlijk een verschrikkelijk moment dat er dadelijk komt. Maar ja, het is niet langs. Ja, gisteren stond voor dus hierbij het monument op de Bies. En verstond hierbij? Ja, het comité gedenkteken op de Bies hebben dit dus opgericht samen met de gemeente. In 2006 is dat geïnstalleerd hier. En
Die klok wat er in hing, die zong vroeger boven op de kapel. Dus die ging smorgens, wordt er aan je belt, aan je luid, als iedereen wakker moest gemaakt worden. En allerhande attributen die hier staan, dat is dus allemaal het wat we bewaard hebben met de afbraak van het Paterklooster. Hier hebben we stap tegen de apostolische school Saint-Marie. Die grote plaat die heeft vroeger gehangen boven de vuurdeur van het klooster. En deze hier, die schijnt op Ave Maria. En dat loog ook aan de vuurdeur bij het klooster. En het was zo, iedere geestelijk die via de vuurdeur hier weer herleeft, dan moest dat nummer een kruis maken. De bronzen wereldbollen, dat heet Veren de Haas, heet dat zo uitgedrukt dat het steekt bovenop een pater en een zuster, een pater en een begin, wie wil je zeggen. En die stond bovenop de wereldbol om die aan te geven dat die het geloof namens de Heilige Man voor gemissioneerd hebben en verteld hebben voor de ganse wereld. Nou goed, in februari is het zo geweest dus dat de wereldbollen, die waren weg. De klok hier, die waren weg. En de klok die loog hier ergens in de struik, gereed om op te laden. En de wereldbollen hebben van onderhand teruggevonden via de politie in Meersen. Gisteren morgen kwam de buurman tot ontdekking, de liep hier rond en daar zorgde dat allemaal die zeven stangen om de wereldbol met vastgemaakt, die zijn dus allemaal doorgeknipt, doorgezeigd, zijn dus allemaal door. En in februari hebben we een versterkingsbuis in het midden gezet van de bollen, in het midden. En die is gans de sokkel ingewerkt, wat het vanaf toen in meer dan prillingen doorhangen, dan wordt de ganse kroon gisteren weer weggeweerd. En het kind ook zeer bovenin, die stang, die heeft gewoon een vouw in. Dus wie er met geborgen is. Nou, ook onder aan de sokkel is een wiewatersbekje, een originele van vroeger in de kapel in het Paterklooster. En voor nu achterdoor kijken naar die grote zuil, het kruis van de opsteed, is ook origineel van Boete boven in de kapel van het klooster. En daar stond van die silhouette in, links een silhouet van het vroegere Patersklooster en rechts het zusterklooster. Nu is dat die zuilen zijn zo geplaatst als ze nu in het midden hier staan en die kijkt richting Bies. Dan geeft dat aan hoe die kloosters vroeger gelegen hebben. De echte plaats boven. Dus dat is van iets soort dan neergezet. Als het midden hier staan en die ging door de reer, dan hebben daarachter hebben die kloosters gelegen. Dus eigenlijk die twee witte geboeien die boven in de punt staan, geven dus eigenlijk ja, al symbolisch aan dat ze ja, doorstingen. Ja.